De zesdaagse Vlaanderen-Gent op Club FM. Samen met Eandis. Altijd in uw buurt. Dag Lien, Lien Krapoen, goedenavond. U bent er weer, het bloemenmeisje. Inderdaad, voor de vijfde maal. En u doet dat graag, ik zie dat. Heel graag, ja, ja zeker. Ja. Hoe wordt u een bloemenmeisje eigenlijk? Wel, ik heb hier eigenlijk een beetje zelf voor gezorgd, 5 jaar geleden. Nee, eigenlijk iets langer al. Ik heb eerst voor een organisatie gewerkt als student, opbouw en afbraak van evenementen. En dan hebben ze me eigenlijk zelf gecontacteerd met de vraag of ik bloemenmeisje wou zijn. Dus mede door het feit dat ik voor de organisatie werkte, ben ik hier terechtgekomen. Ja. Wat moet je dan doen als bloemenmeisje? Het is niet enkel en alleen de bloemen afgeven, dat is natuurlijk de belangrijkste taak. Dus de bloemen afgeven aan de renners. Maar je moet ook een beetje de sponsors opvangen. Zorgen dat het... Opvrijen of zo? Nee. Gewoon opvangen. Opvrijen? Nee. Opvangen. Ja. Nee, toch niet. Gelukkig. Het is belangrijk dat het plaatje klopt natuurlijk. Dat het mooi oogt en dat de sponsor goed in beeld komt. Ja, kan u zelf een beetje die koers volgen dan nog? Dat lukt wel nog, ja. En na 5 jaar ken ik er ook al een heel klein beetje van. Dus het is wel leuk om te volgen. Ja, u bent zelf een beetje een wielrennersvrouw, hè? Dat klopt ook, ja. Valt dat mee? Hoe word je dat trouwens? Daar kies je niet voor. Dat kom je plots tegen via een vriend. En dan van het een komt het ander natuurlijk. Ondertussen al 2,5 jaar. En het is geen makkelijk leven, dat kan ik u wel meegeven. Ja, moeilijk. Ja. Ja, hij is veel in het buitenland en zo. Maar ik ben zelf genoeg met andere dingen bezig. Is er dan ooit een plantje om een gezinnetje te maken dan? Kindjes en zo? Heb je daar tijd voor? Dat is voor over een paar jaar, ja. Ja, eerste carrière. Daar kan je altijd wel tijd voor maken, denk ik. Je hebt vandaag, dit jaar, een beetje assistentie van een andere meisje. Ja, dat klopt. Aangezien Lotto nu hoofdsponsor is van de Lotto Zesdaagse, moest er ook iemand aanwezig zijn om het Lotto-lint prominent te laten zien. Op de foto's, aan de mensen en vandaar ook mijn nieuwe collega voor het eerst. Dus geen concurrentie? Nee, absoluut niet. Nee. Na 6 dagen ben je dan een beetje moe op zondagavond? Het is een ander ritme. Je leeft meer s'nachts. Als ik naar huis ga rond 2 uur, 3 uur, dan voel je nog steeds een beetje de adrenaline. Net zoals de renners, die kunnen ook niet meteen slapen. En je zit nog, die sfeer, die ambiance zit nog een beetje in jou. Dus het is een ander leven. Maar ik val eigenlijk altijd een beetje in een zwart gat op zondag. Je bent de hele week bij mensen, je bent in de sfeer en dan ineens wordt het weer stil. Dus dat is toch wel een raar gevoel, ja. Is het een beetje BV zijn ondertussen? Kennen de mensen jou? Allicht? Veel mensen herkennen mij wel van de voorbije jaren ook. Ja, de vijfde maal. Dus natuurlijk ze hebben mij dan al een paar keer gezien. BV, dat niet echt. Ik word niet herkend op straat of zo. Het is... niet zo heel erg overdreven. Het valt allemaal mee, gelukkig. U bent altijd heel vriendelijk en lief tegen de mensen? Ja, graag. Ja. Is dat soms niet moeilijk? Zijn er mensen die soms ambetant tegen jou doen? Ik heb daar ondertussen leren mee omgaan. Er zijn sowieso altijd wel mensen die een glaasje te veel op hebben. En dan komt het er gewoon op aan om dat zo goed mogelijk aan te pakken en te zorgen dat die niet voor te veel overlast zorgen. Het is ook geen job voor mij om vriendelijk te zijn, want ik voel me hier ook goed en ik ben er ook voor gemotiveerd, dus helemaal geen probleem. Wel bedankt voor het gesprek, Eline. Graag gedaan.